Richting laatste bocht met nog altijd Jack Baldwin die leidt. Op de tweede plaats Jordi Grauw. Hugo Goitee die ligt in het snoekertje als de paarden in de kroon van de laatste bocht zijn. Daarachter is het Dawson City Jewel. Die passeert Jesse Camelot. En dat zijn de frontrankers op dit ogenblik. Als we richting laatste rechte lijn komen, zo dadelijk nog 300 meter. Uitgeschakeld 1-1 galop. Voor de boeg hebben en we zijn dan in het laatste rechterstuk aanbeland met Jack Baldwin die nog altijd leidt. Jordi Grauw wordt een aanval gestuurd door Arend Tevreden. Zo gaan we dan de finale fase in. Jack Baldwin met Jordi Grauw. Met Jack Baldwin heeft nog altijd herenmeester. Jack Baldwin die heeft het commando. Naar de tweede plaats aan de binnenkant gestruift nog door Hugo GT. Maar het is Jack Baldwin die het hier onaangevochten wint. Hugo GT wordt tweede. Derde Jordi Grauw. En vierde is dan Dawson City Jewel. Koers werd gewonnen door nummer 9 Jack Baldwin in een kilometer tijd van 1:20.7. Tweede geplaatst nummer 10 Hugo GT. Derde de 4 Jordi Grauw. De vierde aankomende nummer 6 Dawson City Jewel werd uitgeschakeld wegens springen door het stek. Zodat als vierde is geplaatst nummer 3 Gypsy Promise. 9:10.43. Vier paarden gefinished. En zo pakt ook Misha Brouwers een winnaartje mee. Mies, kan je iets dichterbij komen in verband met de microfoon? En dat zag er wel makkelijk uit ook. Ja, Jack is een heel goed paard. Of nou, een heel goed paard. Maar voor deze baan is het een leuk paard met weinig winst om. En het gras beviel hem lekker zacht en hij vloog. Nou ja, en het voordeel is natuurlijk dat hij alles kan. Want er zit ook nog zo'n regio-challenge aan op Wolfga. Ik denk dat hij tegen graspaarden dan ook zo'n mannetje moet kunnen staan. Ja, tuurlijk. Ik denk hoe groter de baan, hoe meer hij is, hoe hij terechtkomt. En kleine banen kan niet, maar Wolfga kan zeker ook. Vooral tegen deze paarden. Je broer vakantie? Hij zoekt naar een nieuw baas. Ja. Oké, okay. Nou ja, bij deze. Wie een toptalent in dienst wil nemen, die moet zich maar even melden voor Danny Brouwer. Er gaan nog 3 paarden naar Frankrijk, hoorde ik van Peter Delis vanuit de stal dit weekend. Zit er eentje bij waarvan je zegt, hou die in de gaten? Eigenlijk weet ik het niet meer, want dit is mijn laatste werkdag voor Bas. Ik begin 1 september bij Paul Haaghoort. Dus wat de paarden gedaan hebben, ik weet het niet precies. Dat zijn de scoops die hier... Hans, heb je genoteerd? Ja, duim gaat omhoog. Mooi afsluiter. Ja, en ik wil Bas en Peter nog heel erg bedanken. Mooi. Word je nog emotioneel van? Ja, duidelijk. Mooi, Mies. Het geeft eens aan dat je een goede gozer bent. En hij zal dus niet meer voor stal Klebers. Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Maar hij gaat bij Paul Haaghoort aan de slag. Danny, er is een vacature. En dan gaan ze, dames en heren, u kunt er dan de geweldige winnaars van de laatste. Zijn laatste rit voor Stal Krebas, althans als werknemer van Stal Krebas. En hij wint hem met Jack Baldwin, Misha Brouwer. Daarbij. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en we komen door de eerste meters. Niet allemaal even snel, maar alle paarden draven op dit moment wel. En het is na de start aan de leiding Johanna Baldwin. Johanna Baldwin heeft de kop genomen. Met op de tweede plaats daarachter als de paarden de bocht doorkomen. Go with the flow. Go with the flow wordt geflankeerd in derde stelling door Gypsy Promise. En daarachter volgt op de vierde plaats Jesse Camelot. Achter Jesse Camelot is het dan nummer 9, dat is Jack Baldwin. En de paarden komen de bocht door en gaan op weg naar de overzijde van de baan. Aan de staart van het veld zijn de moeilijkheden voor Joel Starlake. Die wil de draf totaal niet aanpakken. Ja, nu weer wel, nu weer niet. Deelnemers gaan op weg nu naar de manegebocht. En dat doen we nog altijd met Johanna Baldwin aan de leiding. Go with the flow. Uitgeschakeld, 8 galop. De 8 is uitgeschakeld, Joel Starlake. En dit is dan de bocht waar we in zijn. De manegebocht met nog altijd aan de leiding Dennis Minema. Hij rijdt Johanna Baldwin voor Bert erbij. En heeft anderhalve lengte voorsprong op de tweede plaats. Go with the flow. Gypsy Promise. Moeilijkheden voor het koppaard. Springt weg. Johanna Baldwin maakt een galopade. En de deelnemers zijn dan uitgeschakeld. In de nummer 2 galop. Voor de tribune, terwijl de 2 nu ook is uitgeschakeld. En zo dadelijk bij het passeren van de finish is er nog
één volledige ronde te gaan. Kijk eens eventjes wie de leiding wil nemen. De rijders zijn even in onderling overleg. Gaan buiten. Nummer 5, 5 galop. Go with the flow is eruit gesprongen. En wordt daarvoor beloond met uitschakeling als de paarden voor de laatste maal de koelboxbocht indraaien. Dan is het een nip voordeel nu voor Jack Baldwin. Die heeft een halve lengte voorsprong genomen. Gypsy Prom is op de tweede plaats. Hugo GT is doorgeschoven naar de derde plaats. De vierde plaats is voor Jordi Grauw. Daarachter Jesse Camelot met dicht daarbij dan aan de buitenzijde Dawson City Jewel. En zo zijn we dan aan de overzijde van de baan. En gaan de paarden zo dadelijk zich opmaken voor de finale fase. Met Jack Baldwin een lengte voorsprong. Op de tweede plaats Hugo GT. Maar kijk eens naar Jordi Grauw. Arend tevreden. Piloteert zijn paard kundig door het derde spoor naar voren. En zo gaan we dan richting de laatste bocht. Met nog altijd Jack Baldwin die leidt. Op de tweede plaats Jordi Grauw. Hugo GT die ligt in het snoekertje als de paarden in de kroon van de laatste bocht zijn. Daarachter is het Dawson City Jewel. Die passeert Jesse Camelot. En dat zijn de frontrankers op dit ogenblik. Als we richting laatste rechte lijn komen. Zo dadelijk nog 300 meter. Uitgeschakeld 1-1 galop. Voor de boeg hebben en we zijn dan in het laatste rechte stuk aanbeland met Jack Baldwin die nog altijd leidt. Jordi Grauw wordt een aanval gestuurd door Arend Tevreden. Zo gaan we dan de finale fase in. Jack Baldwin met Jordi Grauw. Met Jack Baldwin heeft nog altijd herenmeester. Jack Baldwin die heeft het commando naar de tweede plaats aan de binnenkant. Gestruift nog door Hugo GT. Maar het is Jack Baldwin die het hier onaangevochten wint. Hugo GT wordt tweede. Derde Jordi Grauw. En vierde is dan Dawson City Jewel.